Promo klaarkomt, hè? Ik denk dat we onze intro hebben. Dag beste kijkers, mijn naam is Angel. En ik ben Toon. En samen zijn we Jurk Droog. En vandaag staan we op de Gentse feesten met volgende vraag. Waarmee kan een vrouw punten scoren bij u in bed? Benieuwd wat dat oplevert. Let's fucking go. Waarmee kan een man bij jullie punten scoren in bed? Weet wat zij doet? Weten wat zij doet? Hij doet, hè? Jij valt dan op ladyboys of hoe moet ik dit zien? Weten wat zij doet? Ja, initiatief ook, ja. Dat is een en als je dat doet, is dat hashtag me too. Maar dat hij niet verlegen is, maar toch zo... Niet verlegen, wat is dat? Neemt. Leiding nemen. Ja. Jij wilt gedomineerd worden, heb ik de indruk. Die bril mag aangedamd worden. Dat mag. Ja, dat mag. Dat mag. Nog iets dat jullie binnenschiet? Allee, ik bedoel, in uw hoofd, hè. Zo. Door misschien zijn kont in de lucht te steken. Zijn kont in de lucht te steken? Dat ik er zo een keer op moest staan of zo. Het is een beetje onderdanig zijn. Ga ze dominant typen. Stop. Het is niet oké, het is niet oké. Wat vind jij belangrijk? Bij mij? Ja. Als ze goed kan zijn, sowieso goed zijn. Ik kan het niet aan doen, maar squirten vind ik de shit. Echt gewoon squirt op mij. Maar erachter wel in de douche, hè. Ja. Sowieso in de samen? Douche. Samen. Zo, en afmaken in de douche. Sowieso afmaken in de douche. Hij moet dat sowieso, dat kan niet anders. Hij moet eerst poepen in bed, squirten en dan afmaken in een douche. Je kunt niet anders dan een betere seksavond hebben dan samen in bed en dan samen in de douche. Het nog een keer, de laatste keer. Uw laatste sapjes dan overheid. Gewoon afmaken in de douche. Waarmee kan een vrouw bij u scoren in bed? Goed poepen, hè? En wat is goed poepen voor u? Hevig. Veel lawaai? Nee, niet veel lawaai. En beschrijf. De perfecte beurt, hoe ziet dat er voor u uit? Lekker, hard, niet te rap. Gewoon ja, tijd pakken. Hè. Maar het gaat over seks. Ja. Oh, over seks, oh my god, I know a lot about seks. Gelicht! Je moet romantisch zijn. Oké, okay. En die moet romantisch in bed zijn? Ja. En wat is romantisch in bed? Je moet weten wat ik je moet weten wat de beste plek is, hè? Als je dat niet weet. En wat is je beste plek? Zoals doggy style of zo, de kant. Ah, niet uw ellebogen? Ik dacht dat uw ellebogen de beste plekken waren ofzo. Of 6ix9ine. 6ix9ine? Yeah. Zeg je een rapper? 6ix9ine. Dat is een rapper, hè? Ja, 6ix9ine. Dat is uw man. Ja. Dan heeft hij wel vrij slechte smaak eigenlijk. Nee. En bij u, wat is voor u belangrijk? 6ix9ine. 6ix9ine. Gewoon heel de tijd. 6ix9ine. Hoe saai is dat? You know what it is? Ah nee, dat is het eerste wat ik ervan hoor. Oh, vertel mij eens wat dat is. Lish uit. Gebruik uw handen. Ik kan het niet uitleggen. Weet je wat er is dan? Ja. Waarom vertel je die leugen? Zijn broek afdoen. Dat is al een begin. Oké, okay, je gaat dat voor doen. Doe maar. Oké. Okay. De broek afdoen. Voilà. En zo. Waarmee kan een man bij u punten scoren in bed? In bed of in het algemeen? Doe maar in bed. In bed. Op de sofa. Wasmachine. Achterbank. Kan allemaal, hè? Hij moet gewoon goede moves hebben, goede ritme. Een goede ritme? Ja. En wat is een goede ritme? Kun jij zoiets hebben? Dat is een goede ritme? Eerst traag en dan snel. En dan weer traag en dan de G-spot, you know. Die bestaat? Ja. Oké, okay, ja. Dat is altijd even zoeken, hè? Dank vanaf wie dat is. Wie zoekt? Wie vindt? Dat is waar. Nog iets dat belangrijk is? Dus ritme. Veel kusjes. Veel kusjes? Ja, overal. Overal. Je zit me voor. Overal. En waar is dan zo het belangrijkste? In mijn nek en in mijn rug. En dan zo helemaal door naar beneden. Nee! Sorry voor deze hashtag MeToo. Tederheid en dan heftige seks. De sokken. Geen kousen. Ja, dat moet af, hè. Dus als de man uw sokken aantoont, is dat klaar voor u? Nee, ja, nee, nee. Want ik heb na toevallig heel losse sokken aan. Maar je moet het doen. Ja, maar ja, met zo'n eerste passade, ja. Oh! Oh, dit weet ik niet, hè. Allee. Mag ik u één vraag stellen? Ja, dan een keer. Waarmee kan een man bij u punten scoren in bed? Wat vind jij belangrijk? Wel, hè. Ik ga het een keer vertellen, hè. Best dat ik het niet vertel, want ik ben al zat en het gewoon heen moet... Huisje, blablabla. Hoe zit het eigenlijk bij u? Het voorspel. Slecht. Wat vind jij ervan? Skip je dat of? Nee, jong, dat is belangrijk.
Dat is het wel nodig, ja. Zeker als je zo'n lelijke vriendin als mij hebt, dan moet je echt wel wat nodig, en wel wat nodig om in actie te kunnen schieten. Even op gang te krijgen. Hè. Ja, ja. Laten starten. Ja, als hij is klaarkomen, maakt dat jij ook klaarkomt. Jongens, dat is piefpoep af te zaffen. Meisjes doen daar een beetje langer over, dus just go down on her, my mans. I need a gangster bitch. I want a gangster bitch, yo. Ja, zo direct. Ik had dat niet verwacht. Ja, maar dat is geen probleem. Dat is, een iets rustigere vraag en dan kan ik daarop voortgaan. Hè, maar... Moet ik eerst een rustige vraag stellen? Ja, een rustige vraag. In welke stad zijn we nu? Gent. Wat ga je graag dat een man doet bij u in bed? Wij moeten eerst weten als een meisje hoe dat ze klaarkomt. Het eerst weten hoe dat orgasme er is bij een meisje. Er zijn veel mannen die zeggen, ja, het is vaginaal, maar en heb nog nooit mee gehad, want je kunt zo niet klaarkomen, maar dat is bullshit. Sommige mannen denken dat ze dat kunnen bij vrouwen, maar dat is bullshit. Dus sowieso moet je gewoon weten, is het zo of is het anders. En zijn er al mannen die dat bij u hebben klaargespeeld? Ja, nee, ik kom clitoriaal klaar, dus nee. Wauw, van waar komt die vraag ineens? Dan moet je nu aan iemand vragen die al 2,5 vrijgezel is. Geestig, vrij, geestig. Bedoelt u dat geestig dat jij vrijgezel bent? Of? Dat was wel heel toevallig, hè? Ja. Dat is ingestudeerd precies. Ja. Hoe kan een man bij u scoren in bed? Nou niet, want ik val op vrouwen. Oké, dan herformuleer ik mijn vraag. Hoe kan een vrouw scoren bij u in bed? Nou kijk, dit is mijn vriendin. Die kan dus echt heel goede dingen in bed. Noem er eens eentje. Nou kijk, ik vraag altijd aan haar, heb je je tong verloren? En dan zegt ze nee, hoezo? Ik zeg nou mooi, want die tong heb je nog nodig. Likkie, 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 bam, 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 yeah. Een goede bedbeurt is eigenlijk wel goed. Ja, anders zou het geen goede bifbeurt zijn. Weet jij nog iets? Niet alleen aan zijn eigen denken. Niet alleen aan zijn eigen denken. Respectvol omgaan met een vrouw. Oké. Dat is al moeilijk, hè? Dat is al veel. Waarmee kan een vrouw punten scoren bij u in bed? Of op de sofa, op de keukentafel, wasmachine, noem maar op, hè? Wat vind jij belangrijk? Of zit jij maagd? Druk droog.